Welcome, welcome bij deze nieuwe video. Leuk dat jullie weer kijken. Kijk hoe mooi de sokken van Blue geknipt zijn. Je kan tenminste zijn hoeven weer zien. Eén, twee, in galop. En dan doe het anders op zijn nek, hè? Ja, en dan je handen naar voren. Ja, goed zo. Oh, kijk, nou blijf je. Ja, daar zijn ze weer. Ik mag ook mee op buitenrit. Ik ben onderweg naar een klant toe. Die ga ik even lekker dat paardje rijden en dan vanmiddag weer lesgeven. Let's go! Nou, het ging heel goed. Nu lekker uitstappen. Soms kook ik alvast tussen de middag voor in de avond. Ik ben deze pasta saus en pasta maak voor vanavond. Want ik geef natuurlijk altijd wel les en dan ben ik pas meestal 6:50 binnen. En ik moet vaak om 7:00 weer weg naar een klant. Of naar de laatste tijd heel vaak. Eigenlijk bijna elke avond wel. Behalve vrijdag. En dinsdag moet ik naar cursus. Dus moet ik ook altijd heel snel zijn. Dus dat is makkelijker voor mij. En dan kan ik dus na het lesgeven eten. En dan daarna ga ik weer snel weg. En Enrico is dus ook vaak aan het werk. Dus daarom is het lastig als een van ons dan nog avondeten moet maken. Dus ja, dan doe ik het in de middag. Je ziet me niet, maar ik ben er wel. Ik heb net weer een paard gereden bij een klant. En straks komt de brandweer op stal. Om te oefenen. En daar komt de brandweer aan. Gaat nu door de poort heen. En ik moet dus lesgeven. Evo denkt, wat? Pestsaus gaat over de grote en kleine huisdieren. Dat willen ze allemaal graag. Ik zal zo even laten zien nog waar het weinig is. Ja. Durft iemand iets in de buurt te staan van dit paard? Of dan zien jullie dat de oren erachter gaan. Hoeft niet zo dichtbij dat hij bijt. Maar kijk, hij is nu al helemaal... Ja, ja de oren. Op zich valt het achter mee. Is ja. Boos en de volgende blij. Ja. Ja, en nu kijkt hij... Dat is ook wel vaak omhoog. Dat kan ook. Ze zijn weg. Ik ben al lekker in mijn pyjama. Normaal, het is al 10:00 geweest. Lig ik ook wel in mijn bed. Maar ik heb ook nog merci chocola gekregen van hun. Superleuk. En het was een keer leuk om te doen. Weer eens wat anders. Woensdag, de dag van de uitspraak van het korte geding. Ik weet nog niet wanneer we die krijgen. Het is nu in de ochtend. En ja, we zullen in de loop van de dag wel bericht krijgen, denk ik. Of gebeld worden door onze advocaat. Maar in ieder geval gaan we nu gewoon lekker door. De hoefsmid komt zo. De helft van de ponies wordt weer bekapt. Ik doe altijd de helft. De ene 8 weken en de andere helft de andere 8 weken. Alleen de grote die gaan elke 8 weken. Oh, gezondheid. Dat is nou een beetje leuk bij lemmer. Donderdagochtend nu. En we hebben nog steeds geen uitspraak. Want eigenlijk zou de uitspraak dan gisteren zijn. En wij dachten gewoon dat we het dan zouden horen gisteren. Maar toen zei de advocaat van de uitspraak zal dan inderdaad gisteren zijn. En dan krijgt hij het per post vandaag of morgen pas. Dus nog meer wachten. Kijk eens. Oh, wat lief. Dankjewel. Wij zijn heel blij. Want we hebben het kort geding gewonnen. Ja! Macho! Woehoe! Het is vrijdag en we hebben het vandaag gehoord. Dus het was heel lang wachten in zenuwen. Misschien wil Macho ook even juichen. Macho! Macho, boef! Boef! En daar is Ilse ook. Cheers. Kan
kan niet beter. Lievelingseten, picanha, verhoofdrijst, wijn, ons tv. Daar hoort natuurlijk ook trakteren bij. Ik krijg heel vaak allemaal mooie tekeningen. Dat is echt zo lief van alle kindjes. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Nog even een update over Zita. Die is niet meer kreupel, dus dat gaat weer helemaal goed. En een update over Hovita. De dierenarts die is nu weer terug van vakantie. Dus ik ga eventjes van de week een afspraak maken dat ze naar de kliniek kan. En dan wordt ze geopereerd. En verder, oh ja, uiteindelijk wordt Party toch papa. Hij was natuurlijk op een andere plek en daar zou hij eigenlijk een pony drachtig maken. Maar dat lukte maar niet. En toen stond hij daar ook gewoon heel lang, omdat hij het prima naar zijn zin had daar. En we dachten dat die pony niet meer drachtig zou worden, maar die is nu toch drachtig. Dus, leuk! Nou, bedankt voor het kijken allemaal en tot de volgende video. Doei doei!